Ik zou in ieder geval gaan starten om me niet alleen te gaan focussen op, die, op de salaristrook. Om tot die salaristrook te komen ligt er een heel traject vooraf. Met zo'n 20 jaar ervaring als salarisprofessional bij een van de top 20 accountantskantoors... maakte hij de overstap naar een eigen praktijk per saldi. Waarom hij dat deed, omdat hij, zoals hij zelf zegt, een nieuwe kijk heeft op salaris- en personeelsadministratie. En daarover ga ik in gesprek met Rick Dekkers. Welkom bij ZVD-TV. <klaars> Ja, ik, welkom. Dankjewel. Ja, een nieuwe kijk uh, op salaris en personeelsadministratie. Wat is die nieuwe kijk? Ja, de nieuwe kijk uh, zit hem in het feit dat, uh, dat uh, hè, naast de salarisadministratie, dat is het noodzakelijk kwaad, ja. zoals ik dat noem. Hè, ja. Maar om tot die salarisstrook te komen, ligt er een heel traject vooraf. Uh, dat begint met de werving en selectie. Uh, hè, dat begint met het aannamebeleid. Ja. Uh, hè, voor, al voor je zeg maar, tot die salarisberekening uh, gaat komen. Uh, nou, toen ik in het vorige, uh, in het vorige vak zeg maar, de, de salarisadministratie uh, verzorgde uh, mm. en adviezen gaf, ja, bleef je echt bij ja, het vakje salarisadministratie, het vakje arbeidsrecht. Mm. Uh, en wij hadden meer de visie voor een complete, uh, voor een complete ja. dienstverlening met een one-stop-shop. Dus zodoende, zodoende ben ik, ben ik per saldi gestart in september 2020. Ja, wat laten we daar eens even over door. Want zo meteen wil ik meer weten over hoe je dat dan invult. Ja. Hè? Dat, dat nieuwe. Maar ik vond het wel, want we hadden het net in het voorgesprek ook even over van, ja, je hebt de stap gemaakt naar zelfstandig ondernemerschap. Ja. Je hebt best wel lang uh, bij, bij goede bureaus gewerkt, ja, zeker. dikke vette baan. Ja. Wat maakt dan ja. die? Hoe, hoe was die stap om dan voor jezelf? Wanneer heb je dat gedaan? Ja, ik heb dat gedaan in uh, september 2020. Goeie timing. Uh, ja, zeker. Het was midden in een coronaperiode. Ja. Corona uh, liep je er al lang mee rond? Ja, ik liep er al een jaar of vijf, uh, een jaar of vijf mee rond met het, uh, met het idee. Uh, maar ja, dat ik zo'n goede baan had, een fijne werkgever had, uh, ja, voelde ja. die behoefte nog niet direct omdat uh, om die vijf jaar geleden al te doen. Het was een warm bad waar je in zat. Ja, het ja. was echt een warm bad. Hè. Ja. Een, een goede werkgever ook, ook, ja. ook, ook, ook gehad uh, daaraan. Uh, maar op een gegeven moment, op het moment dat je in dat proces zit en je bent erover aan het nadenken en je bent dus met andere ondernemers over aan het sparren, uh, ik zeg ook altijd, je doet zaken in je leven wanneer je er zelf klaar voor bent. Ja. Achteraf kun je zeggen, ik had het eerder moeten doen. Mm. Nee, denk ik dan, want nee. toen was je er waarschijnlijk nog niet klaar voor. Nee. He, dus vandaar dat ik in, in juni 2020 was het uh, mijn baan heb opgezegd. Maar was dat uh, echt een momentum? Zo, nou is het zover? Ja, uh. ja, ja, ja. ja. Ja, ik heb er wel lang over nagedacht. In ieder geval wel een aantal uh, weken. Zo van, ja, ga, hè, om, om, om mentaal ook die keuze te maken. Hè. Is dit ook echt wat ik wil? Ja. Uh, maar iedere dag dat ik opstond... denk ik, ja, ik ga het doen. Mm. Dus uh, ja, zo doen we het toch uh, in juni 2020. ze uh, ja. dus wat zei je baas? Oké, okay, prima, hou Of zei nee. van, damn, daar ben ik niet blij mee. Ja, inderdaad, dat laatste. <laughs> uh, dat laatste. En dat begreep ik natuurlijk ook, uh, ook heel goed. Hè? Want ja. Nou, ja, nogmaals, waren goede contacten met elkaar. Een leuk team. Uh, maar ja, uiteindelijk uh, ja, kies je voor, voor jezelf. Mm. Uh, en als je dan een wens en een droom, en vind ik moet je hem naleven. En toen zat je achter je laptopje de volgende dag, en toen stroomde de klanten meteen binnen. Nee, hmm. nee, eigenlijk helemaal niet. Uh, hè, want toen ik mijn baan dus uh, heb opgezegd, uh, had ik al een uitwerktermijn en ik heb dat ook netjes afgemaakt. En uh, ik ben toen 1 juli had ik laatste werk, daar zijn we eerst drie weken op vakantie gegaan. Mm -hmm. En toen ben ik uh, in september uiteindelijk uh, voor mezelf gestart. En toen heb ik zochtens, uh, Ik ochtends in mijn vakantie al veertig kantoren in de regio in beeld gebracht in de omgeving van Oomlo. Ja. Uh, en nu heb ik vanaf 1 september. heb ik die opgebeld. Oké, okay, dus jij, dus het plan was om eigenlijk. Uh, uh, het werk wat je deed binnen een kantoor. maar nu als freelancer aan te bieden uh, aan kantoor. Dus niet om ja. rechtstreeks voor bedrijven te gaan werken. Ja, ik zag een, uh, ik zag een uh, behoefte. Uh, met name in accountantskantoren. die niet zelf de salarisadministratie verzorgen. Ja, ja. Uh, dat zijn kantoren waar gemiddeld tussen de 8 en de 15 uh, personen werkzaam zijn, accountants, fiscalisten. Uh, en die hebben natuurlijk ook klanten die werknemers in dienst hebben, hè, waarvoor de slaansadministratie verzorgd moet worden. Die kunnen daar eigenlijk alleen maar inkopen weer bij de concollega. Mm -hmm. En dan kom je vaak op het adviesgebied om een stukje uh, grijs gebied aan. Van ja, gaat nou. Het accotuskantoor adviseren, hè, die de loonadministratie verzorgt voor die desbetreffende kantoor. Of gaat die fiscalist van dat kantoor? En mm. ja, dat het natuurlijk nog wel eens. Mm. Uh, dus daar uh, zag ik een behoefte. Mm -hmm. uh, vandaar in uh, september heb ik zo'n veertig kantoren uh, gebeld. Uh, en bij de eerste zeven uh, kantoren ben ik gestopt. Want drie daarvan zeiden van, Rick, je belt op het juiste moment. <laughs> want dat is precies waar wij naar op zoek zijn. <laughs> Geweldig. Ja, dus uh, ja, dat was. Uh, en het, ja, ik moet ook wel eerlijk zeggen. Uh, ik had echt een drukke baan. Ik uh, ja. was ook niet om nooit om vijf uur klaar. en werd ook ja. wel eens op de zaterdag. Ja, uh, ja dan ben je natuurlijk met afspraken aan het bellen. Maar dan heb je ook eens een keer twee dagen geen afspraken. Mm -hmm. Toen heb ik ook wel eens gedacht: van, oh, ik dacht dat gek werd. Mm. He, want ik heb in één keer niks meer te doen. Mm -hmm. he, want ik heb pas over twee dagen afspraken. Mm. He, toen zei ook een ondernemer tegen mij: Rick, geniet van deze periode. Ja. Toen dacht ik ook wel eerlijk: ja, jij hebt ja, makkelijk zeggen. Jij gaat straks weer naar je werk. En ik heb pas overmorgen weer een afspraak. Mm. He, maar goed, daaraf denk ik heel vaak terug aan die uitspraak. Denk ik denk ja had ik maar iets meer tijd genomen. Ja, maar heel, als het balletje gaat rollen, dan rolt ja, het door. Gaat rollen nou ja, rest. en je gaat anders in de wedstrijd zitten, hè? Als je on zelfstandig ondernemer bent, of dat je in loondienst bent, als het ja. gaat om werk, om omzet, om uh, het, het hele systeem verandert ja. natuurlijk, hè? Want ja. inmiddels heb je mensen in dienst, hè? Ja. Inmiddels heb ik vier collega's uh, op een in dienst. Inst. Dus binnen een ja. paar jaar naar vier uh, ja. na naar bedrijf van vijf mensen. Ja. Hoe moeilijk was dat? Om dat uh, eerste pers zeg maar de eerste collega aan, te... want je hebt ze echt aangenomen. Ja, ik dus heb gewoon ook de ja, ja, ja nou de weet de je online. alles over administratie dus ja, dat is een voordeel precies, dat is inderdaad een voordeel <laughs> maar, uh, maar hoe eng is dat of viel dat wel mee ja het was zo en uh, ik had dus een uh, tien maanden uh, mijn onderneming uh, ja toen ging die bal rollen toen werden we drukker 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 uh, en toen was ik door iemand gevraagd ik ga eens een keer mee golfen ik zei nou ik ga niet golfen dat vind ik echt niks voor mij doe dan maar ik ga een keer mee dus zo toen ben ik een keer meegegaan huh? uh, heb ik het spel leuk ben ik het spel leuk gaan vinden ja. uh, en toen liepen we een keer over de baan en toen zei ik tegen twee andere ondernemers, waar we een keer ochtends vroeg mee over de baan liepen, van uh, God, wanneer hebben jullie de eerste werknemer aangenomen? En die zeiden unaniem, afzonderlijk van elkaar, Rik, de eerste werknemer, ben je nodig, want je bent gewoon druk. De tweede werknemer wordt spannend, want dan denk je, ja, heb ik daar wel voldoende opdrachten voor? Hou ja. ik daar wel werk voor? En dat gebeurde exact. Uh -huh. Die eerste werknemer heb ik aangenomen. Eigenlijk gewoon vanuit. Nu, ja, eigenlijk vond ik daar eigenlijk niet zo heel spannend. Nee, nee, want Je hebt toch werk zat. En, uh, ja, ja. we hadden werkvoorraad voldoende. Ja. Uh, en in salarisadministratie is het wel zo. Die salarisstrook komt iedere maand weer terug. Kijk, op het moment dat ik een product verkoop, ja dan moet ik de volgende dag weer op pad om het volgende product te verkopen. Maar salarisadministratie is wel komt te repeterend terug. Ja, ja. Uh, dus dat maakt het wel wat comfortabeler. Uh, uh -huh. Om natuurlijk daar iemand op aan te nemen. Ja. Uh, vervolgens de tweede persoon aannemen. Uh, gaat natuurlijk in combinatie met de collega die je al in dienst hebt, die ook aangeeft van ja, Rick, uh, mijn tijd wordt ook wat schaarser. Uh, de behoefte bij de klant uh, wordt, uh, wordt anders. Uh, uh, omdat wij alles doen, niet alleen salarisadministratie, maar ook het opstellen van de arbeidsovereenkomst. Uh, de klant helpen als de medewerker arbeidsongeschikt uh, dreigt ja, te raken. Ja. Uh, het adviseren over het wagenpark. Uh, en dat komt een beetje weg. Ik heb vroeger altijd auto verkopen willen worden. Uh, <laughs> en uiteindelijk commerciële economie gaan doen, en toch dit vak, uh, dit vak uh, ingerold. Uh, dus in die zin uh, ja, adviseren wij ondernemers eigenlijk ja. in de volle breedte. Ja. Dus, die, dus die tweede was wat enger Ja, die nemen. tweede was iets, uh, was iets, uh, was iets spannender. Uh, ook omdat, uh, omdat ze wat hoger in de sladersfeer uh, ja. zat. Dat je ja. denkt van: goh, ja, past dat in het, in het profiel? Ja. En uiteindelijk na twee dagen eigenlijk nooit weer over nagedacht. Uh, en toen kwam de derde. En toen kwam, dus het die, kwam de derde en toen kwam ondertussen... En, en, en groeide vierden. door? Ja, het groeide het door. Uh, dat komt bij de uh, derde collega die ik in dienst nam... waren we al een tijdje zoekende. Uh, en die, die was moeilijk invulbaar, die factuur. En moeilijk invulbaar... Ja, was op zich nog steeds een luxe positie. Hè, want hij stond eigenlijk nog maar twee maanden uh, online. Mm -hmm. Toen heb ik zelf op LinkedIn in zoekprofiel ingesteld. En toen kwam ik uit bij uh, Mandy, onze collega... Uh, die ik benaderd heb via LinkedIn... Via een gewoon een berichtje, berichtje heb gestuurd. Ze zat in een overgang van de ene studie naar de andere. Maar dat was een deeltijdstudie die ze ging doen. Uh, en ze had een vierjarige HBO HR opleiding gedaan. Uh, en met de komst van Mandy hebben wij onze dienstverlening ook uitgebreid met HR. Dus tot de komst zei ik altijd tegen onze klanten, wij doen alles behalve de werving en selectie en jou helpen bij sollicitaties. Dat kunnen we niet. Maar met die komst van Mandy inderdaad, hè, dat was haar achtergrond, hebben we dat in onze nieuwsbrief geplaatst. Ja, en hebben we in januari in één keer een klantstop in moeten voeren op HR. Hm. Dus ik had er geen businessmodel voor. Uh, nee, want wat, ik, laten we daar eens op inzoomen. Hè? Want je ja. ziet bij veel businessmodellen, kan me voorstellen, klinkt het als uurtje factuurtje. Ja. Doe jij dat ook of doe jij dat anders? Nee, dat doen wij, dat doen wij anders. Dat is ook een van de, van de verschillen op mijn nieuwe kijk op, 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 op Slaars Administratie. Ja. Uh, ik vind dat als de klant ons belt, dan hoort daar geen factuur bij. Want die klant heeft doorgaans een korte vraag. Oh. Oh, Rick, hoe, hoeveel is de reiskostenvergoeding? Goh, ik wil mijn medewerker een andere auto uh, geven. Hoe zit dat met de bijtelling? Um, en als ik daar dan iedere keer een factuur voor ga sturen... gaat die klant mij de negende keer niet meer bellen. Hmm. Nou, vind ik dat nog niet zo heel erg. Maar het gevaar daarvan, heb ik ervaren... dan gaat men op Google zoeken, oké, okay, arbeidsovereenkomst. Hè, want ja, als ik Rick bel, dan krijg ik gelijk een factuur. Nou, dat hebben we voorkomen. En wat... De andere kant daarvan is dat de klant ons nu de opdracht, te gunnen, zeg maar, goh, ik, wil jij die arbeidsovereenkomst opstellen? En inderdaad, goh, ik, ik heb jou deze maand al wel tien keer gebeld. Ik zie het inderdaad niet op de factuur staan. Mm. Ja en dat is natuurlijk wel een beetje inherent in het landschap van accountancy. En daar is op zich niets mis mee. Hè, dat het altijd gekenmerkt was: ja, maar als ik uh, de, mijn accountant bel, dan heb ik direct een, een factuur. nou En daar had ik dus wel een andere kijk op. Dat ik denk van ja, wij zijn toch aanwezig. Hè, en even dat korte telefoontje, hè, moet ik dat dan bij die klant in rekening gaan brengen. Maar zeg je dan van dat doe ik gewoon niet? of nee, ik doe ik gewoon niet. Dat, dat, dat Nee, okay. nee, ik doe het gewoon niet. Maar heb je dan? Maar je rekent dan. Maar hoe doe je? Het, hoe verdien je dan je geld? Ja, terechte vraag. <laughs> we hebben een, een tarief per salaris, per salarisstrook. Dus ah. iedere salarisstrook die wij verwerken, daar hebben we een tarief in. Ja. Um, en daarnaast hebben we een menukaart met vaste producten. Dus de kl onze klant vraagt een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd. Uh, of die vraagt een autoovereenkomst, of een telefoonovereenkomst. Ja. Of die wil advies over de werkkostenregeling. Daar hebben we gewoon een menukaart, een menukaart voor. Uh, en in, indien iets niet in het tarief per salaris-strook valt. of niet op de menukaart staat. Mm -hmm. uh, uh, ik zou zoals mij een vraag stelt: van Ik wil je de pensioennota controleren. Uh, nou, dan lees ik me daarin in en denk ik: Ja, daar ben ik toch wel even anderhalf uur mee bezig. met vijftig medewerkers. Uh, dan bellen wij de klant op. en zeg ik: oh, De vraag kunnen wij beantwoorden. Ik schat daar anderhalf uur mee bezig zijn, de kosten zijn, voor maar 100, 150, 200 euro. Ja, ja. En dan kregen we daar altijd akkoord op, omdat ik van tevoren die afstemming heb gedaan. Ja. Dus dat is ons uh, nou, dat is eigenlijk ons verdien, uh, verdienmodel ja. daarin. Hey, en als ik naar jou luister, dan hoor ik, dan ben je best wel dan wat, ben je dan, dan ben je echt een adviseur, hè? Ja. ook. Ja, uh, dus je levert aan de ene kant de, de ja, hoe moet ik nou zeggen de, de administratiesoftware, ja. zeg maar, die regel je. Ja. Uh, ja. uh, uh, maar aan de andere kant, ben jij, want ik hoor HR, ik hoor leasepark park. Ik, ik, ik stel dat soort vragen, bijvoorbeeld ook aan mijn boekhouder. Ja. Uh, iemand anders zou dit weer aan een HR-afdeling vragen. Waar ja. zit jij in dat palet dan? Um, ja, ik zit er eigenlijk zelf middenin als spin in het web. Ja. Um, ik noem mij daarin zoveel vaak de generalist. Ik heb overal, zeg ik wel, een beetje verstand van. Toen ik hiervoor bij, bij het accountantskantoor heb gewerkt... Uh, als wij een arbeidsrechtelijke vraag hadden, liep ik twee deuren verder naar de arbeidsjurist. Als ik een pensioenvraagstuk had, liep ik een, een verdieping hoger, hè, dan zat er pensioenadviseurs. Toen ik voor mijzelf ben gestart, uh, moest ik dat soort mensen opnieuw om me heen verzamelen. Ja. Dus dat heb ik ook in die maand september uh, gedaan, uh, waarin ik onder andere heel nauw samen ben gaan werken met een uh, fiscaal juristenkantoor. Uh, uh, dus op het moment dat het op een bepaald thema heel specifiek wordt op pensioengebied, op fiscaal juridisch gebied, ja. dan schakelen wij de specialisten in. He, zo zit er in het kantoorpand waar wij nu in gevestigd zitten, zit een advocatenkantoor. En daar werk ik eigenlijk vanaf het begin al heel veel samen mee op arbeidsrechtgebied. Mm -hmm. He, dus de arbeidsovereenkomst kunnen wij prima zelf opstellen. He, maar wordt het heel specialistisch of wordt het een ontslag opstaande voetprocedure nee. of een ontslagprocedure? Ja. Dan zeggen we ook eerlijk tegen onze klant: daar stopt het voor ons. Mm -hmm. He, maar dan, hoef je, nou, dan mag je natuurlijk bij je eigen, in je eigen netwerken je advocaat zoeken of je jurist. Mm -hmm. Maar mocht je die niet hebben, dan hebben we hele nauwe samenwerkingen met partijen om ons heen. En zo kleed ik dan die functie in dat wij ja, eigenlijk in een volle breedte van personeel uh, ja, werkzaam, Precies. werkzaam zijn. Hey, waar loopt men met name mee te stoeien, jouw klanten? Waar zitten de pijnpunten, de frustraties? Als het gaat dan om HR en zeg maar, jouw vakgebied. Ja, ze is tweeëlei op dit moment. Uh, he, met stip bovenaan staat natuurlijk personeel. En of het nou gaat om het behouden van personeel of het aantrekken van personeel, ja. he, dat is op dit moment, uh, dit moment echt wel uh, nummer één. En uh, nummer twee is uh, de stijging van de loonkosten. Hm. Als we kijken naar afgelopen 1 januari 2023, uh, zijn de minimumlonen met 10% gestegen. Uh, wat ik toen heel vaak in de, in de nieuwsberichten bij collega's voorbij zag komen: oké, okay, het, het nieuwe minimumloon wordt van 1700 euro 1900 euro. Punt. Maar over een bruto salaris ben ik werkgeverskosten verschuldigd, uh, is mijn pensioen is grondslag voor mijn bruto loon. Dus wij hebben een doorrekening gemaakt, uiteindelijk tot achter de komma. Ja, en toen bleek dat gewoon een werknemer die om de bij het minimumloon verdient, op jaarbasis ongeveer 3500 euro meer kosten opleverde. Nou, als ik er daar tien van in dienst heb van die ja. werknemers... die om en nabij dat minimumloon zaten... Ja. Serieus geld. Dat is serieus geld. Ja. Um, en als ik dan een advieskantoor uh, heb... waarin uur, ja, mijn uren... Uh, uh, mijn dienstverlening zijn... Ja, dan dien ik wel rekening te houden met die, met, ja, met die factoren, zoals werkgeverslasten ja. en werkgeverskosten. En daar adviseer je dan ook in van. Hey, denk aan je uurtarieven uh, en zorg dat ze. Ja, ja. ja. ja wij zijn vorig jaar, uh, vorig jaar gaan werken met, uh, met Gearsoft. Uh, Gearsoft is een softwarepartij, uh, die zeg maar hapklare informatie maakt uit big data. Dus wij kregen iedere nacht een datadump vanuit Loket, hè, waar al onze cliënten uh, in zitten. Ja. Um, en daar zit onder andere een kostprijsuurlooncalculator in. Mm -hmm. En doorgaans is een kostprijsuurloon... loonkosten gedeeld door uren. Maar deze calculator gaat veel verder. Want ik moet voor mijn personeel... ook een ziekteverzuimverzekering afsluiten. Enkelen hebben een leaseauto. Dus er hoort ja. een maandelijks lease tarief bij. Nou, dat kan ik allemaal kwijt in die rapportage toe. En dan kom ik echt tot een zuiver KPU-tarief. Ja. En we hebben dat bij twee klanten die... Uh, factureren op basis van uren hebben we daar besproken. En één kant heeft per direct zijn uur aan moeten passen, want die is wezenlijk geschrokken, inderdaad. Ja. Uh, um, um, terwijl het natuurlijk heel terecht is: hè. Ja, die auto hoort natuurlijk in de loonkosten ja. thuis, maar hij rekent alleen maar loonkosten gedeeld door uren die uit de slaasadministratie komen. Ja, daar mis ik mijn kosten voor een arbeidsdienst, een, 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 een ziekteverzuimverzekering, uh, mijn leasebedrag. Ja. Uh, ja. Mijn werknemer die acht uur per dag werkt, ja, werkt niet acht uur per dag, die is gemiddeld 90 uur of 90 of 85% productief. Ja. Nou, al dat soort uh, uh, data kun je kwijt in die calculator. Ja. En dan komt hij uiteindelijk met een uurloon uit. Ja. Nou, ja, en dat zijn adviezen waar hij wat aan heeft. Daar zijn adviezen waar hij iets aan heeft. Ja. Uh, wij gebruiken uh, die data ook om onze klanten te benaderen uh, waar contracten over een half jaar aflopen en waar de werknemer op dat moment ouder is dan 55. Uh, om met die klant in gesprek te gaan. Goh, wat ga, hè, wat, heb je daarover nagedacht dat het contract afloopt? Of uh, hey, weet je wel dat over zeven jaar twee collega's bij jullie uh, de aow gerechterde leeftijd bereiken? Ja. Heb je al over nagedacht? Hè, ga je dat van onderaan aanvullen of moet je gaan werven? He, want werven betekent ook niet dat je morgen een, een nieuw iemand hebt. Mm. En om met die klant vanuit die data tool in gesprek te zijn. Uh, ja, zijn we echt die sparringpartner geworden voor, uh, voor de ondernemer. Grappig. He, als we nou eens even kijken naar twee partijen waar jij mee samenwerkt, eens is Loket, je noemde ja. het net al. Ja. Vind ik wel interessant. Even een zijstapje, maar jij noemt die tool nu. Ja. Als we nou kijken naar Loket en je zou de strategie van Loket zijn, zouden ze die tool dan niet moeten eh, zeg maar, weet ik veel, overnemen of whatever. Want waar zit, ja. waar zit hun uh, potentieel? Ja. Um, dat is, een goede, dat is een goede vraag. Die vraag wordt ook regelmatig gesteld. We hebben we regelmatig ook bij inkomsten bij, bij Loket. Ja. Dat hebben we. Daar spreken we andere collega-kantoren. Die ook zeggen, well, eigenlijk Loket, moet jij die informatie bieden? Mm -hmm. uh, enerzijds denk ik van, ja, dat is zo. Uh, anderzijds, ik vind het belangrijk dat, mijn, uh, dat Loket in dit geval... een betrouwbare partij is die de slaasadministratie, motor zeg maar... Ja, dat ja, die precies. voldoende op orde is. Dat we daar rapportages uit kunnen halen, ja. is natuurlijk prima... Het Zou het best of all zijn dat loketten met indruk op de knok ook deze rapportage leveren, maar zij doen waar zij goed in zijn ja, en deze partij heeft dan software gemaakt die uit die data hapklare informatie maakt? Ja, Kijk, de optimale situatie zijn dat loket dat zelf zou hebben. Ja. Uh, ik denk dat het ook goed is uh, dat loket zich bezighoudt met die core business hè, waar zij sterk in zijn: ja. ontwikkeling van die salarismachine, ontwikkeling van alle hd ja, en dat moet allemaal. En je die daarin zitten, ja. dat moet foutloos gaan en ja. dat moet ook uh, betrouwbaar zijn. Uh, dus ik, ja, ik. Mijn visie daarop is. Ik vind dat ze zich daarmee bezig moeten houden en dat doen zij ook. Mm. En dan zou het de optimale situatie zijn dat alles natuurlijk in één systeem zit. Maar ja, ja dat ja. vinden we met alles in ons leven. Ja, uh, ja, dat ja. We dat, nou ja, dat zo doen. ontwikkelt het misschien wel naar de toekomst toe. Uh, ja, uh, zeker, ja, zeker, zeker, hey, zeker. En als we kijken naar de grote uh, um, uh, conculegas van je, noem ik het maar even hè, de accountantskantoren ja. waar jij uitkomt. Je kent ze. Je ja. Uh, ja. Uh, jij kent die hele top van Nederland. Nou laten we dan, bedoel, misschien dan niet de big voorpakken, maar er is een hele grote subtop ja. zit daaronder. Ja. Ja. Die lopen best wel te stoeien, volgens mij in zoverre met die rol van: Hey, zijn we nou een soort facilitair en we regelen die software en we regelen de administratie? Of zijn we nou echt een advieskantoor? En ja. er zijn best wel veel mensen aan het stoeien met die adviesrol. Heb jij daar tips voor hoe je dat kan? Ik bedoel, je laat het zelf zien in dit gesprek en ja. hoe jij dat doet. Ja. Maar wat is je advies aan dat soort kantoor? Stel dat je nu weer teruggevraagd wordt en ze zeggen: van Hey, we willen met dat advies meer aan de slag. Hoe zou je dat aanpakken voor zo'n kantoor? Um... Ja, ik zou in ieder geval gaan starten om me niet alleen te gaan focussen op, die, op de strook. Mm. Um, he, maar je hebt, ik denk dat je in Nederland kunt opsplitsen in de accousculator in twee typen kantoren. He, je hebt het type kantoor dat loket gebruikt, uh, om, ja, omdat simpelweg die salarisadministratie verzorgd moet worden. Mm. Uh, maar als je loket gebruikt, dan doe je dat met een bepaalde visie. Uh, want loket biedt veel meer dan alleen de salarisstrook verwerken. He, die biedt ook ziekteverzuim, uh, registratie, verlofregistratie. Mm. Um, nou, die klant wordt natuurlijk benaderd, ook door andere partijen. En als zo'n andere partij dat wel aanbiedt, ja, je gebruikt niet loket, wat ik al zei, om alleen maar die strook te verwerken. Mm. Uh, wat een beetje inherent is in het vak ook een zuivere salarisadministrateur uh, ja, dat klinkt een beetje raar natuurlijk maar dat zijn geen mensen die heel commercieel onderlegd zijn dus we zien steeds weer dat ons vak verandert van administrateur naar adviseur Mm -hmm. he, maar iemand wordt of economisch opgeleid omdat daar zijn kracht ligt, of wordt commercieel opgeleid omdat daar zijn kracht ligt. Mm. Maar we zien wel steeds meer een veranderend landschap dat het administrateurschap naar adviseurschap gaat. Dat het administrateurschap eigenlijk wordt uitgekleed door technologie? Ja, of zo door technologie zeggen? inderdaad. He, heel veel zaken worden voor, uh, voorbereid, voorgekoud als het ware. Uh, he, want als ik het bruto loon in, de, in, in loket uh, invoer, ja, dan komt dat netto loon, dat komt eruit. Ja. He, wij leggen koppelingen met urenregistratiesystemen. Uh, wij leggen Koppeling met Arbo diensten. Uh, dus in het verleden, als ik een personeelslid aannaam, moest ik die invoeren in de salarisadministratie. Ik moest hem aanmelden bij de ArboDienst. Ik moest hem aanmelden bij de ziekteverzuimverzekering. Ja, nu wordt de medewerker één keer uh, 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 ingevoerd. En klik het Sterker door, ja. nog, met een nieuwe product in loket gaat de medewerker zichzelf pre-borden. He, oftewel de werknemer komt in dienst he, krijgt dat hij thuis komt, heeft hij al een e-mailtje. Welkom bij, uh, dat je bij of, fijn dat je bij ons werkzaam gaat worden. Mm -hmm. uh, we vragen je alvast even de basisgegevens aan ons in te vullen. Mm -hmm. he, zoals NAW-gegevens, IBAN, bankrekeningnummer, uh, BSN. Um, en of als je kopie ID bewijs te uploaden. Um, op dat moment heeft die werknemer zichzelf gepreboard als het ware. Ja, en, daar volgt, uh, en daar volgt dan een heel proces uh, achteraan, uh, waarbij die werken automatisch ook bij de uh, arbeidsuitbegeleiding uh, aangemeld wordt, dat die automatisch Dus dat zijn geautomatiseerde processen. Ja. Hè? Uh, dus ik moet ook veel breder gaan kijken dan alleen maar mijn, ja, mijn blik op, op dat salarisvak. Dus moet je ook andere soorten mensen gaan zoeken die voor het kantoor werken, dus eigenlijk. Ja, of je nou direct andere mensen moet gaan zoeken, weet ik niet, maar ik denk dat je de, 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 de bestaande mensen breder moet opleiden. Mm -hmm. Uh, daarvoor ziet ook de opleiding VPS in. Uh, toen ik nou, nu 23 jaar geleden in het vak ben gestapt, had je alleen de praktijkdiploma loonadministratie. Nou, daar leerde je inderdaad gewoon zaken zoals die in het handboek Loonheffingen stonden. Mm. De nieuwe opleiding VPS, daar zit ook onderdelen HR in en administratieve organisatie. En dan hoor ik heel vaak uh, 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 collega's uh, die ik dan regelmatig spreek wel zeggen, ja wat moet ik daar nou mee? Wat heb ik nou aan administratieve organisatie? Ik moet gewoon aan het eind van de dag uh, al die salarissen verwerkt hebben. Maar die klanten willen allemaal op tijd betalen. Dan denk ik, ja zeker, dat moet ook. Maar die klant die heeft ook vragen over uh, dat die werknemer dus over een half jaar met AOW-gerechtige leeftijd gaat hmm. over twee jaar. Ja. En die wilde niet een dag van tevoren uh, over gebeld worden. Ja. Um, en ik moet ook weten waar mijn HR-collega's mee bezig zijn. Maar die zitten vaak in een ander kantoor. Uh -huh. Maar ik heb zoveel samenwerking met hen. Uh -huh. nou, en dat komt allemaal in die opleiding VPS naar voren, waarbij ik verbreding ga krijgen. Uh -huh. Uh -huh. He, dus mijn tunnelvisie wordt een. Precies, een bredere visie. Wordt een bredere visie. Um, ben jij ook proactief in je advies? Je ziet natuurlijk veel, nou ik maak natuurlijk ook uh, content en, ja. en in dit geval gesprekken, ja. hè, die ik ook ja. voor anderen maak. En uh, nu samen met Loket maken ja. we een serie als dit, hè, voor ja. mensen die hier in in dit vakgebied. Ja. Uh, ik kan me voorstellen dat voor jouw bureau ook interessant, of dat nou in de vorm van een podcast of een nieuwsbrief, of een. Uh, ben jij daar actief in als bureau? Want ja. in die sector is dat nog niet echt uw chance, hè, om zelf met content aan de slag te gaan. Of wel? Nee, nee, nee. Dat, klopt, dat klopt inderdaad. Het is heel vaak platte, nieuws, platte nieuwsberichten en ja. dan ook nog niet frequent. Ja. Um, wij worden heel goed ondersteund door een marketingbureau. Marketing ja. uh, die, die ons meer helpt, niet alleen in het opstellen. Wij maken zelf onze nieuwsbrieven, die stellen ja. wij op. En zij maken dat optimaal voor de Google. Uh, uh, resultaten zoekfunctie, Maar ik kreeg ook iedere maand een datarapport van hen. En dan kunnen we ook gaan filteren inderdaad. Hè. We hebben nu data van de afgelopen twee jaar. Mm. Dan krijg je, oh, de klant zoekt heel veel op bijvoorbeeld het thema arbeidsrecht. Ja, of zoekt heel veel op werkkostenregeling. En ja. nou, dan gaan wij daar de komende tijd op opschrijven, ja. uh, omdat wij we dan weten wat data op dat moment behoefte aan ligt. Ja. He, dus zodoende krijgen wij ook vanuit die uh, hoek informatie waar wij weten waar onze klanten ook behoefte aan hebben, ja. uh, om ze daar ook proactief op te adviseren. Ja. He, vandaar ook die data tool die we in hebben gezet, die hebben wij sec en alleen maar gekocht voor de proactief adviseren ja, van onze klanten, want wij ja. keken met die tool in de toekomst. Ja. Uh, schoenmaker uh, uh, met de versleten zolen zien we wel eens. Hè? Uh, hoe zit dat bij jou? Oftewel, uh, als we kijken naar jouw bedrijf, je zei net al, een van de thema's waar men meest toeit, is personeel. Hè? Ja. Goed personeel krijgen, uh, ja. maar ook behouden. Uh, een, een jonge aanwas, die ja. wat anders in de wedstrijd zit soms. Ja. Uh, hoe ga jij om? Hoe ben jij als uh, um, werkgever voor jouw mensen? Hoe geef jij dat vorm? Je rol als uh, je eigen rol als, als, als werkgever. Wat kenmerkt dat? Ja, wat het uh, kenmerkt is. Uh, hoe ik zelf ook behandeld uh, ben. Uh, he, destijds bij mijn uh, uh, voorgaande manager uh, was het zo van je vraagt geen vrij, he, je zegt ik ben er morgen niet, want dat legt een andere verantwoordelijkheid bij mensen. Uh -huh. En dat heb ik als heel prettig ervaren uh -huh. en dat vertaal ik ook terug richting mijn collega's. Um, en nadat we natuurlijk een heel serieus beroep hebben, doen we, doen we iedere maand, hebben we wel een leuk event. Mm. We zijn in februari met elkaar weer te skiën. Uh, we gaan over twee maanden met elkaar naar een dansfestival. Uh, we gaan één keer in de maand een keer uit eten uh, met elkaar. Ja. Um, dus ja, dat zorgt ook voor een dynamiek. Mm -hmm. hè, dat we niet alleen maar bezig zijn om, uh, om, elke, dag, uh, om elke dag maar uh, de productie uh, te draaien. Ja, ja. Uh, hè, en dat ze het gedachte hebben. Ik zeg ook altijd, ja, iemand moet de directie vormen. En dat ben ik dan in dat geval. Mm -hmm. Maar voor de rest ben ik gewoon je of jij een onderdeel van, ja. uh, van het team. Ja. En ik zie mij helemaal niet. En zo voel ik het ook helemaal niet als, uh, als directeur of werkgever ja, nee, dus uh, uh, ah. inderdaad. Hè. Hey, en uh, hoe hard ga je groeien de komende jaren? Ja, um, toen ik uh, drie jaar geleden voor mezelf ben gestart, uh, heb ik natuurlijk een businessman geschreven. En, uh, ja. en daar werd ook de vraag gesteld van oh ja, wij wil je over vijf jaar staan. Ja. Um, en ik weet nog goed, ik heb daar genoteerd. Nou, over vijf jaar, als we dan eens met één of twee collega's zijn, dan zou het. Uh, dan zou het uh, en als zou ook dat mooi vinden. Mm. Uh, maar uh, toen ik een jaar geleden ook een interview had. voor een, uh, voor een uh, zaken, uh, zakenmagazine bij ons in de regio. Mm. kreeg ik ook die vraag. Ik zeg: ik, ga, ik durf hem eens niet meer te beantwoorden. Mm. omdat wij nu al met z'n vieren zijn. Mm. Uh, maar doe het toch maar eens. Uh, uh, hè, en ook om die uh, HR-diensten die wij nu doen uit te breiden. had ik helemaal geen businessplan. Ik heb gewoon iemand aangenomen. Ja. die had die kennis. vond het heel leuk om te doen. Ik heb het in een nieuwsbrief genoemd. En hoppa. En hoppa. Mm. En dat is de reden dat wij onze tweede collega nu hebben aangetrokken. Die begint in juli fulltime enkel alleen op HR. Mm. Zit daar de groei ook vooral ja. op HR-gebied? Ja, ja het, schuurt, het schuurt natuurlijk heel erg tegen ons, tegen ons, tegen ons vak aan. Mm -hmm. uh, want uh, wat ik in het begin van het, ons gesprek ook zei... Ja, om tot die strook te komen ben ik wel eerst... Een personeelslid nodig. Ja. Uh, maar goed, wat wij ook nog heel veel zien, is een facturentekst. En als de erin, hè, kom bij ons werken, want hè, we hebben goede secundaire voorwaarden. Nou, dan bellen mijn collega's die klant op en dan zeggen: ja, u wilt toch die facturen ingevuld hebben? Ja, dat klopt. Ja, maar we hebben hele goede arbeidsvoorwaarden. Ja, maar wat zijn ze dan? Hmm. He, dus benoem ze ook. Ja. Nou, alleen, nou, noem ik maar één detail, maar om met de klant oh. daarmee in gesprek te gaan. hebben we nu bij twee klanten succesvol geholpen met het opstellen van de vacaturetekst... Uh, waarbij beide functies zijn ingevuld. Wordt bijna een marketingbureau. Je zou het haar zeggen. <laughs> ja. Ja. En dat is dan maar gewoon zo ontstaan. Ja, 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 ja. ja, ja. Maar ja. Uh, je ontwijkt de vraag prachtig: hoeveel mensen over vijf jaar? <laughs> ja, hoeveel mensen over vijf jaar? Uh, ik denk over vijf jaar dat we met van 8 komen. Rustig gaan aangooien. Ja, 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 zeker. Heb zeker. je een einddoeling gedacht? Of heb je zoiets van, nee, oh, nee. ik ben gewoon mooie dingen aan het doen. Ja, we zijn wel. inderdaad gewoon mooie dingen, mooie dingen aan het doen. Uh, ik heb gelukkig nu een, een collega in dienst die me daar ook af en toe in remt. Mm -hmm. Die mij ook begeleiden en zeggen: ik laten we het nu eens even rustig aan doen, want hè, onze klant moet ook goed bediend worden. Mm -hmm. uh, en dat is ook goed om daar nu met iemand gewoon over te kunnen sparren. Ja. Over dat soort zaken. In het verleden deed je dat zelf: wil je groeien, groeien, groeien. Ja. Uh, maar op een gegeven moment nu ook: hè, we, hebben een, we hebben een prachtig mooi klantenbestand. Uh, we hebben zojuist uh, gisteren getekend uh, met een klant met 220 medewerkers. Nou, daar zijn we natuurlijk heel trots op. Ja. Uh, dat is een klant van enige omvang. Uh, waar ook veel adviesdiensten bij komen kijken. Hè. Dus kunnen we onze totale dienstverlening uh, kunnen we ja. daar, kunnen we daar kwijt. Uh, dus ja, dat is, daar krijgen we dan natuurlijk heel veel energie van. Maar andere kant van het verhaal is, doordat die klant natuurlijk zoveel energie uh, 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 gaat, uh, gaat, uh, gaat kosten aan, uh, aan die kant, ja, uh, hebben we wel met onszelf de vraag gesteld, wat willen we? Hè? Gaan we gewoon met ons huidige team verder en richten we even weer een klantstop in? Of in ieder geval verdere, verdere uitbreiding? Uh, of zeggen we van, nee, we, we, gaan, uh, we gaan opschalen. Mm. Nou, voor dat laatste hebben we gekozen. Dat dus de, uh, we vrouw vrouw zijn nog met niks. een andere partij in gesprek. Okay. En als dat doorgaat, ja, dan hebben we. Ja, binnen, ik verwacht zo rond augustus, september uh, weer een fulltime uh, full vacature. Hmm. Dat, is de, dat, is nog, dat is zeg maar over een paar maanden. Ja, al. dat dus, is over een dus paar maanden dus al, dus al. Ik ja. vraag jou over vijf jaar, je zegt 6, 7, 8. Ik geloof er helemaal niks van. <laughs> we gaan het zien. Het laatste, als jij ja. de toekomst van het vakgebied zou moeten schetsen. Hè, we hebben al gezegd: HR, zijn er nog andere ontwikkelingen? Waarvan jij zegt, ja, die moet je op je strategische kaart zetten. Daar moet je de komende jaren heel erg op focussen als kantoor zijnde. Wat zijn dan de trends en de ontwikkelingen? Ja, de trends is dat, uh, dat, uh, dat de wetgeving elkaar heel snel opvolgt. Eh, het was in het verleden altijd zo dat ik alleen maar de derde dinsdag in september had en dan had ik het komende jaar, had ik nieuwe plannen. Okay. Nu zien wij plannen door het jaar heen. Ja. Dus mijn collega zegt altijd gekschering, je moet ogen voor en achter hebben, maar dat is het ook. Het vak wordt complex. Het vak wordt heel complex. Aan de voorkant, die salaristrook wordt steeds eenvoudiger, maar die achterkant, denk even aan geboorteverlof, ja. is aan de voorkant een hele mooie regeling en aan de achterkant levert het heel veel vragen op. Dus de werk-privé-balans, daar wil ik eigenlijk naartoe, is dan heel belangrijk. Die medewerker komt gewoon aan het eind van de dag thuis uh, en ja, is als het ware gewoon leeg. Mm. Want die heeft de ene keer een vraag over arbeidsrecht en de andere keer over een complexe vraag over uh, moet ik pensioen opbouwen over mijn, uh, over mijn uh, geboorteverlof. Um, Daarnaast, in de toekomst, uh, zie ik veel meer de kracht van koppelingen, hè, dus automatisering. Mm -hmm. uh, en dat is ook goed om daar bij je, ja, bij je huidige personeelsbestand is te kijken, goh, wie interesseert zich daarvoor? Mm -hmm. hè, wie vindt dat leuk om dat te doen mm -hmm. uh, en heb daar ook oog voor en denkt niet alleen maar, ja, die salaris erop moet iedere maand klaar. Mm -hmm. Dan kun je beter opteren van, goh, hè, we gaan of ons team uitbreiden of we gaan iemand vrijmaken die zich echt maar bezighoudt met die vraagstuk. oké, okay, waar willen wij zo voor, voor vijf jaar staan? Mm -hmm. Hè, want er wordt te veel alleen maar elke dag maar bij die salaris er ook stilgestaan. Terwijl dat randvoorwaardelijk en dat is. Eigenlijk. Dat is echt randvoorwaardelijk ja. inderdaad. Ja. Het is een noodzakelijk kwaad. Dat moet goed zijn. Hè. Laten we dat mm -hmm. vooropstellen. Maar mm -hmm. dat is wel onze core business. Mm -hmm. uh, uh, maar we zien steeds meer ook de kracht van individuele partijen. Uh, hè, een HR-systeem, een urenregistratiesysteem. En als je daar de koppelingen mee gaat leggen, mm -hmm. de koppelingen mee gaat leggen, uh, hè, dan ben je minder tijd kwijt met de dingen wat het leven wat saai maakt, mm. en meer tijd krijg voor de om zaken te doen waar je energie van krijgt. Ja. Uh, ik wens je heel veel succes uh, wat je allemaal nog gaat doen uh, de komende jaren. Ja, dankjewel. En, en, uh, en dankjewel dat jij mijn gast was. En dank voor het gesprek. Graag gedaan. Uh, Rick Dekkers was dat, uh, beste mensen, beste kijkers, van Persaldi. In een serie gesprekken die ik maak samen met Loket... Uh, over dit uh, boeiende en zich rap ontwikkelende uh, vakgebied... van alles wat te maken heeft met, uh, met salarisadministratie... en met name wat er allemaal voor trends omheen uh, gebeuren. We hopen je daarmee een beetje inzage te geven daarin. Dus uh, voor iedereen die erin geïnteresseerd was... Uh, hoop ik dat je met veel plezier hebt gekeken. Uh, nogmaals, namens Loket, dankjewel voor het kijken. Of heb je het te luisteren naar de podcast? Ook dankjewel voor het luisteren. Abonneer je waar je maar wil, en dan mis je helemaal niks meer. Voor nu, dankjewel. Hoi.